Hallo, en vandaag gaan we het hebben over de vierde dimensie. Wij leven in de derde dimensie, dus we kunnen ook maar in drie richtingen bewegen en de negatieve richtingen daarvan. Maar in de vierde dimensie heb je meer bewegingsopties. Als je in de vierde dimensie naar voren of naar achter wilt bewegen, noem je dat ana, voor, en kata, achter. Deze woorden komen uit het Grieks en hebben een tegenwoordige doel gekregen door Charles Hinton in 1880. Er is ook een naam voor het vierdimensionaal as. Dit heet de W. Om de vierde dimensie te kunnen begrijpen, kan je beter terugkomen op lagere dimensies. Voor ons zouden we dus terug moeten vallen op de tweede dimensie. Stel je een cel voor onder het preparaat. De cel is bijna wel tweedimensionaal. Als we dan van boven op de cel neerkijken, zal de cel ons nooit zien, maar wij zien de cel wel. Ook kunnen wij in de cel kijken, terwijl andere cellen alleen de buitenkant van onze cel kunnen zien. Zo werkt het ook in de vierde dimensie. Als vierdimensionale mensen of organismes bestaan en ze op ons neerkijken, heeft het hetzelfde effect als wij neerkijken op de cel. Ze zien ons wel, maar wij zien zij niet. Deze regels gelden trouwens alleen als je vanuit de hogere dimensie kijkt, waarnaar de andere organismes niet naar kunnen kijken. Regelmatige veelhoeken veranderen ook als de dimensie verandert. Neem bijvoorbeeld een driehoek. Die verandert in een tetraeder in de derde dimensie en in een vijfcel in de vierde dimensie. Er zijn 6 verschillende regelmatige veelhoeken in de vierde dimensie. Je hebt de vijfcel, de tesseract, de 16-cel, de 24-cel, de 120-cel en de 600-cel. Deze regelmatige veelhoeken bestaan uit hun voorgangers uit de derde dimensie en die weer uit hun voorgangers van de tweede dimensie. En zo gaat het door. Netten in de vierde dimensie zijn erg interessant. Neem bijvoorbeeld het net van de tesseract. Dit net heet het kruis van Dali. Je kan zien dat de middelste kubus omsingeld wordt door 6 andere kubussen en de onderste kubus zit nog een kubus. Als we dit verlagen naar de derde dimensie, kunnen we hetzelfde patroon zien. Een vierkant die omsingeld wordt door 4 andere vierkanten en een vierkant eronder. Dit herhaalt zich ook voor de lagere dimensies. Tot nu toe hebben we het alleen maar gehad over een ruimtelijke vierde dimensie. Maar er bestaat ook nog een vierde dimensie met tijd. Als je tijd als de vierde dimensie ziet, leven wij in een vierdimensionale wereld. Stel je voor dat je met iemand afspreekt in een flat op de 5e verdieping. Dan kan je zeggen dat je 3 meter voor en 4 meter links van de lift elkaar zal zien. In coördinaten schrijf je dat als 3, 4. Als je dan ook zou zeggen dat jullie elkaar op de 5e verdieping zullen zien, dan heb je een dimensie toegevoegd aan onze coördinaten. Nu zijn de coördinaten 3, 4, 5. Maar je zou alsnog een tijd moeten afspreken, want anders moeten jullie op elkaar wachten. Dus onze tijd zou bijvoorbeeld 10 uur 's ochtends zijn. Onze coördinaten zijn nu dus 3, 4, 5, 10. Dus tijd is een mogelijke vierde dimensie.